Breda Nu. Je weet het meteen. Wat is de doelstelling van deze middag? De doelstelling is dat we een jaar geleden bij het ROC hebben gezegd dat we een gezonde schoolkantine willen hebben op al onze locaties. En dat wij de studenten van de mbo en de leerlingen van de vmbo locaties gezonde voeding kunnen aanbieden in de pauzes. En wat gaat er deze middag precies gebeuren? Deze middag hebben we de uitreiking van de schaal De Gezonde Schoolkantine. En dat wil eigenlijk zeggen dat je 75% gezonde artikelen aanbiedt in de kantines. 75% gezond, dat wil zeggen dat je nog een klein gedeelte minder gezond hebt. Maar die verhouding is gekozen door een onafhankelijk bureau, door het voedingscentrum. En die is eigenlijk bewust gekozen om aan te geven dat je een goede gezonde verhouding moet hebben tussen gezond en minder gezond. Waar dient de prijs voor die u hebben uitgereikt? Nou, de prijs die nou is uitgereikt, die is eigenlijk dus voor alle kantines, voor alle medewerkers van de catering. De cateraar heeft afgelopen half jaar zijn best gedaan, Sofitaal, om gezonde voeding aan te kunnen bieden. Die hebben hun presentatiemogelijkheden moeten aanpassen, die hebben hun producten moeten aanpassen. Die moeten elke dag variatie in hun aanbod aanbrengen. Die hebben andere methodes moeten werken met gezonde producten die ze elke dag aangeleverd krijgen. En alle facilitaire stafmedewerkers van ROC West-Brabant, ja, die hebben hun medewerking verleend. Huisvesting heeft bouwkundig wat dingen aangepast om gewoon beter te kunnen presenteren. Grotere balies, grotere counters te maken en daarmee het aantrekkelijker te maken voor de studenten.